Hey mensen, welkom bij een nieuwe video. In deze video spelen we, net als op andere momenten wel eens, iMine. En vandaag is het de tweede van de zevende dagen van de iMine week. Best leuk toch? Gaat toch wel goed? Ik heb geen flauw idee wat het gisteren was, want ik neem dit dus direct op na de vorige. Zodat ik nog lekker in mijn pratenbui zit. Dat is wat mensen soms hebben met drugsgebruik, een eetbui. Ik heb gewoon een praatbui. En dan niet bij drugsgebruik, maar gewoon als ik film. het is ook verrassend moeilijk om leuke dingen te bedenken voor filmpjes van in het echt, zeg maar. Sketches of zo. Sketches vind ik heel leuk om te doen. Of in ieder geval, dat weet ik nog niet. Jawel, ik heb het al eens gedaan, maar dat was heel falend en ook al heel lang geleden. Ik vind sketches heel leuk om te doen, maar ik kan het niet als het slechte kwaliteit is. Dan ben ik ook helemaal niet gemotiveerd. Ik wil heel graag dat het er heel goed uitziet. En anders, ja, wil ik het gewoon niet doen. Want dan is het slecht, naar mijn mening. Dus dat is een beetje jammer. Ik ga hier eventjes toortjes ophangen. Denk ik. Nee, hè? Waarom zou ik? Of misschien, ja. Ik denk, is het mooi? We zullen wel wat meer toortjes nodig hebben, want het is best wel duur. Of zo. We hebben ook trouwens veel van dit teruggekregen, omdat we dit nu allemaal hebben vervangen. Eerst was dit alleen maar de Oakwood. Ach ja, ik ga naar de Kniepers. Zaterdag 31 oktober ga ik naar de Kniepers. Naar Amsterdam, helemaal met de trein in mijn eentje, dus dat is ook wel leuk. En ik heb er best wel zin in, dan kunnen we een leuk filmpje maken voor jullie. Dus als jullie nieuwsgierig zijn wat dat wordt, abonneer alvast op ze. En dan tegen de tijd dat hij online komt, dan zie je hem. Dan kun je hem zien. Ik zal waarschijnlijk ook wel wat Twitter-linkjes plaatsen of zo. En het zou ideaal zijn als we dan ook nog die dag iets konden maken voor mijn kanaal. Ik denk een prank call zou heel leuk zijn. Maar dat zien we allemaal wel. Het komt allemaal wel goed, toch? Tuurlijk, alles komt goed. Even wat toortjes. Daar heb ik wel zin in. Zeker zin in. Ik zit ook telkens heel veel series te kijken op internet. Gewoon RTL 4 of zo, weet ik veel. Van zulke series. Gewoon zit ik heel veel te kijken. En ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom. Oh, nog een keer hoor. Oeh, nice. Ik weet niet. Oh god. Waar is die nou? Zit die nou in de deur? Opening? Nee. Hè? Ah! Oeh. Oké. Maar die skeletons die van tegenwoordig zijn best wel overpowered. Die kunnen best wel goed schieten en zo. Ja, dat is. Oké. Snel vluchten dan maar. Maar ja. Op zich, als ik het nu zo zie, dit plekje. Dit plekje is wel mooi. Veel potentie om mooie dingen te bouwen. Eigenlijk. Als je erover nadenkt en als je het goed bekijkt. Het is alleen jammer dat er niet zo heel veel gras is. Dat vind ik heel erg jammer, want daar kun je ook veel mee doen hoor. Die bergen kunnen we misschien iets mee doen. Oh, daar kunnen we misschien een soort van tempel van maken. Ja, weet ik veel. Het zijn allemaal ideeën. Keep it in the back of my head. Om het maar zo te zeggen. Die. En die. En die. Oké. Gaan we naar de volgende toren hoor. Oh, daar staat een skelet. Oké, dit wordt de battle of the year. Oh, eerst even eten. We zien hem staan. Daar komt het. No. Doei. Dat ging beter dan ik had gedacht. Eerlijk gezegd. Oké. Laten we de toortjes nog eventjes fixen. Niet dat de toortjes kapot zijn, maar gewoon zorgen dat het terecht komt. Oké. Was ook er is een internetgekkie, ik weet niet of je die kent, maar voor degene die het kent, hey, hallo. Er zijn internetgekkies en er is er ook eentje, dat was de man in een scootmobiel. En de interviewer vroeg, wat heb je allemaal gekocht of zoiets? En zei hij, hier, Kabouter Plop, zo'n boekje van Kabouter Plop. En toen pakte hij zoiets en zei hij, hier om te schrijven. Dus de interviewer, pennen. En hij, ja, die man. Blijkbaar heeft hij iets met. Oh shit.
In dit verhaal zou ik dus verklappen waar ik woon. In welke stad? Of ja, dorp. Ik vind het een dorp. Oké. Schrap het verhaal. Nee, maar dat was dus iets dat hij. Ja. Ja, maar nou, als je het heel graag wil weten, dan kun je het toch wel ontdekken, want dan zoek je gewoon dat filmpje op. De originele in ieder geval. Ja. Als je het echt wil weten, dan ontdek je het even goed makkelijk, maar gewoon. Het is alleen zo van. Het is nog steeds het internet, zeg maar. En ik weet niet wie er dit nu precies hoort. Dus dat blijft natuurlijk een gevaarlijk iets. Ik vind al dat mijn ouders best wel soepel zijn met wat ik allemaal mag zeggen. Als ik soms hoor van mensen die mogen dan maar een uurtje per dag op de computer of zo, dat zou ik echt niet kunnen. Want ja, met YouTube en zo, dan kun je niet echt fatsoenlijk YouTuben als dat maar een uurtje per dag mag. Dan moet je gewoon. Oh, godverdomme. Dan moet je gewoon meer dan een uurtje per dag voor op de computer zitten. Veel meer. Als je het goed wil doen. Tenzij je iets goeds kan doen in heel weinig tijd. Ik zit ook. Heb ik het al verteld? In IJma nog niet, hè? Ik heb een t-shirt winkel. Ik heb er al genoeg over gepost op Twitter en Instagram en Facebook. Maar ik heb dus een t-shirt winkel. Waar je t-shirts kan kopen. Het is niet dat je naar de stad kan en naar mijn winkel kan gaan. Maar je kunt ik heb een webshop, oké? En daar kun je op het web even shoppen. T-shirts die ik heb ontworpen zijn daar. En ik ben er best wel hyped over. Of ja, niet echt hyped, maar ik vind het wel leuk. Wat voor t-shirts zijn het? Je hebt een mannenshirt. Van de geweldige kaas. En een vrouwenshirt. Omdat iemand dat vroeg. Eerst was het alleen maar mannen, eerlijk gezegd. Maar dat is eigenlijk het enige van de geweldige kaas wat ik van plan ben te doen. Ik ben meer van plan om een hele andere stijl te doen. Een stijl t-shirts die je eigenlijk bijna nooit ziet. Ik heb ja, zelf nog nooit gezien. En dat, daarom vind ik het zo leuk. Ik vind het heel origineel wat ik heb gedaan. Mijn stijl is simpel te maken. Of ja, niet echt, want het moet wel mooi zijn. En toch best wel leuk of zo. Ik heb gedaan gewoon een wit shirt. En dan staan er poppetjes op. Of in ieder geval tekeningetjes. En die tekeningetjes zijn heel simpel gemaakt. Ja, als je nieuwsgierig bent. Je kunt het zo zien op. Op wat is het? Op de webshop. Ik zal waarschijnlijk wel een linkje in de beschrijving zetten als ik het niet vergeet. Maar. Dat alleen als ik het niet vergeet. Waarschijnlijk gebeurt dat wel. Maar je kunt gewoon naar mijn. Of waar kun je naartoe gaan? Mijn Twitter. Mijn Facebook, mijn Instagram. Ja, op YouTube heb ik nog niet echt een filmpje of zo waarin ik het uitleg. Moet ik wel beter doen? Of beter moet ik dat wel doen? Of beter doe ik dat even? Want dan weten meer mensen het. Hoe werkt het? Ga ik niet zeggen. Jawel, je kunt gewoon een shirt kopen. Dat is makkelijk. Anders vraag je eventjes aan je ouders van. Hey, kun je helpen met het t-shirt? Maar dat is wel leuk. En ik verdien er zelf ook al een beetje aan. Voor het designen krijg ik ook geld voor. Dus dat is wel leuk. De t-shirt zelf die maak ik niet. Of zo. Ze komen ook niet eerst naar mijn huis. Maar het is wel leuk, iets toch? Ja. Nou, oké. Okay. Tik, 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 tik. En we zijn klaar. Met de torens, zeg maar. Want die. Nou, eigenlijk niet hoor. Ik moet nog wel iets doen. Dat zie ik nu. En dat, ja, dat is wel. Zo. Maar, ik wil er nog wat tralies, ramen in doen. Maar alleen aan de binnenkant. Dus ik ga wat tralies maken. En dan hoop ik dat ik er wat leuks van kan maken. Want aan de buitenkant zie je niet echt vaak die torens. Ik zie ze het meest vanaf de binnenkant. Dus dan moeten we dat zomaar mooi maken. Hier zo was ons hok met de spullen. Waar zijn de tralies dan? Hier zo, hè. Oeh, hier ligt veel iron. Zo. Die is voor daar. Beter maak ik gewoon een shitload tegelijk. Dan hebben we dat ook weer. Zo. Ja. Maar wel, ik wil heel graag, en dat vind ik zo jammer. Of dat vind ik niet jammer, maar ik vind iets anders jammer. Maar ik wil heel graag meer filmpjes met gewoon dingen in het echt. Hoe noem je dat eigenlijk? Gewoon vlogs, toch? Maar bij vlogs heb je tegenwoordig, denken mensen altijd aan Enzo.
Maar vooral aan... bij vlogs denken mensen vooral aan... Het je leven filmen. En dan gewoon... Zo je een alledaagse dag filmen en dat online gooien. Dat bedoel ik niet met vlogs. Jawel, als ik vlog zeg, dan bedoel ik dat wel. Maar ik bedoel nu, in deze context, bedoel ik gewoon een filmpje van mij in het echt. Bijvoorbeeld een tag of zo, of iets anders, dat ik iets ga eten wat ik eigenlijk helemaal niet lust. Ja, ik weet niet. Ja, ik wil het doen. Maar zulke, ik kan het moeilijk bedenken. En als ik zoiets bedenk, dan wil ik wel gewoon een goed plan hebben van hoe ik dat precies ga doen. Maar nu het zegt, of nu ik het zeg, best wel een leuk idee. Gewoon iets eten wat ik niet lust en dan kijken of ik het eigenlijk wel lust. Want ik moet toegeven, ik lust weinig, denk ik. Ik durf te weinig te proeven. Dat is het. Dus het lijkt mij leuk als ik een serie had waarin ik dingen ging proeven die ik, waarvan ik zeg van, die lust ik niet. En dan zeg van, oh, ik vond het zo lekker of zo lekker. En dan een puntentelling, zo voor de serie of voor het seizoen, om te kijken van hoeveel van de keren lustte ik het nou en hoeveel van de keren lustte ik het niet. Dus dat lijkt me wel leuk. Het enige probleem daarmee is, is dat wie gaat het eten maken? Ik kan helemaal niet koken. Dus dat is best wel lastig dan. Ach ja. Maar dat, misschien wordt het allemaal geregeld. Dan alleen nog een naam. Ik zit nu gewoon ter plekke een serie te bedenken. Een naam, ik weet niet. Ik ga verder praten hierover in de volgende aflevering. Dus dat is morgen om 2:30. Hopelijk vond deze video leuk. Laat dan alsjeblieft een like achter. Abonneer op de Roadhack als voor meer. En dan zeg ik tegen jullie net als anders. Tot de volgende keer. Tot ziens.